achterkeeper was je wel min of meer vogelvrij. Je ziet het ook met het uittrappen. Dan mogen die aanvallers ook gewoon een keeper aanvallen. Dus zodra ze die bal in handen hebben, gaat het zo snel mogelijk. Lopen ze van die aanvallers vandaan, geven een enorme loeier naar voren. Om weer een beetje uit het gevaar te zijn. Ja, ook al lagen ze op de grond. Die spitsen die gingen maar door. En ja, er zijn ook veel blessures geweest met keepers. En gaandeweg. Ja, zijn ze beter beschermd gaan worden. Ja, nu mag je niet eens meer naar een keeper kijken, bij wijze van spreken. We willen jou slechts in ons doen. Lang leven.